Gert, in ieder geval mooi dat we hier mochten komen. We komen hier niet voor niks, we komen met een taart. Die taart is niet van de gemeente, die taart is eigenlijk van de provincie Gelderland. Hij is gesponsord door de Rabobank. De Gelderland eigenlijk. En bakkerij Hilvers, die heeft ze gebakken. Ik ben zelf ook bij de uitreiking van de Eer Award geweest. Zij zeggen wat is Eer Award? Dat is European Entrepreneurs Region Award. Het is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat in Europa er twee regionen zijn. En dat is Gelderland en dat is in Griekenland ook een regio die ook die prijs gekregen heeft. De bedoeling is eigenlijk dat ze de innovatieve, duurzame bedrijven eigenlijk toch een stimulans willen geven om zich te mogen presenteren. En iedere gemeente kreeg er een en de keuze is eerlijk gezegd gevallen op Smits. We zijn hier eerder mochten we zijn, we mochten de zonnepanelen mochten we hier in gebruik stellen. En dan moet ik erbij zeggen, Smits zijn voor 90% is energie zelfvoorzienend geworden. De laatste 10% komt hij nog, dat heeft hij ons toegezegd. Dus we hebben al een bom uitgereikt gehad. Ja, daar kun je nog even voor nodig, die laatste 10%. Ja, nee, maar we willen ook wat kleinere bedrijven in de belangstelling zetten. En jullie zijn een bedrijf, ik weet nog wel dat ik hier langs reed, dat een klein boerderijtje was met alles erop en eraan. Ja, inmiddels hebben jullie toch een heel bedrijf neergezet. Jullie leveren ook aan supermarkten. Een hoop mensen komen hier en nou, we zijn er best wel trots op dat je hier zit. Dat is de reden dat we gezegd hebben, we hebben ook een beetje naar het formaat van de taart gekeken, moet ik bij je zeggen. We zeggen, nou, als met groentewinkel dat nou eens winnen die award. En bij deze willen jullie speciaal in het zonnetje zetten, dat je innovatief bezig bent, duurzaam bezig bent. En als gemeente Aalten willen we dat toch onderstrepen. En daarvoor is de keuze eigenlijk op groentehandel Smits gekomen. Bij deze. Geweldig. Dus ik neem zelf zo'n vlaggetje mee. Je mag er zelf hier ook eentje hebben. Als aandenken dat je die taart gewonnen hebt. En bij deze laten we hier. Ja? Ja, super. Hartstikke fijn dat we hier vandaag mochten komen. Zoals Marten al heeft aangegeven, wij vinden het leuk om alle bedrijven in het zonnetje te zetten samen met de gemeente. Want Europa heeft eigenlijk gezegd, waarom blinkt Gelderland nou eigenlijk uit? Waarom zijn wij zo'n mooi blinkende kristal? Dat is omdat we heel goed samenwerken, hier ook in de Achterhoek, met de gemeente Aalten, met andere gemeenten samen, om het voor ondernemers prettiger te maken. Europa heeft ook gezegd, jullie investeren veel, er is veel geld, we hebben veel leningen als provincie in bedrijven zitten. Juist daar waar het niet helemaal lukt om met de bank eruit te komen, waar er iets te veel risico is, kan de provincie via onze organisatie OostNL inspringen. Dat was de tweede reden. En de derde reden is dat we aandacht hebben voor groei. We hebben een instrument, dat heet de groeiversneller. En daarmee kun je eigenlijk met hele goede coaching net die volgende stap zetten als ondernemer. En daar maken al zo'n 500 ondernemers gebruik van. En dat samen heeft gezegd, nou, daar blinken jullie in uit. Maar dat is vooral omdat jullie zo innovatief blijven denken. En steeds denken van, ja, het is nu al 2019. Wat gebeurt er volgend jaar? Of wat gebeurt er over 2 of 3 jaar? Hoe zorgen we dat de klanten tevreden zijn, maar dat de kosten ook laag blijven? En ik heb gehoord dat jullie daarin goed bezig zijn en uitblinken. En vandaar dat we jullie in het rijtje scharen van 51 bedrijven die... We hebben 51 gemeenten die dit jaar een taart ontvangen. En jullie zijn daar één van. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd. En eerst een achterhoek. Okay, dus nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja. Met de ontvangst van deze aandacht. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ja. Dus dat is de content. Maar ja, mijn voorstel is altijd om maar eentje een stukje te proeven. Ja.